Gisteren had ik mijn eerste repetitie voor zomerproject. Ik heb dus bloed geprikt bij de dokter. Daar is een uitslag uitgekomen. Ik dacht, misschien is het weer een keer leuk om een boodschappenshopvlog te doen. Ik vind het vooral echt bizar dat dit dus vegan is. En dat dit gewoon, dat hier gewoon niks van zuivel in zit. Wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en het is echt alweer een beetje eind van de dag. Dus ik vind het echt helemaal kut. Ik moet ook een beetje lachen dat ik nu pas weer ga vloggen. Ja, ik heb vandaag zangles gehad en verder heb ik niet zo heel veel gedaan. Ik was vanmiddag ook weer in slaap gevallen op de bank omdat ik gewoon zo moe was. En ik heb nog mijn zangles voor morgen even voorbereid. Ik heb morgen weer zangles. En ik ga zo meteen naar Bas en Martijn, want ik ga bij ze eten. En daar heb ik super veel zin in. En vanavond hebben we weer een lezing. Met mijn klas en de derdejaars. Ja, dat is echt super leuk. En ja, ik heb dus een beetje het probleem dat altijd als ik hier ben, dan vergeet ik nog meer te vloggen. Ik vergeet sowieso al vaak te vloggen, maar hier is het nog veel erger. Ik weet niet waar dat aan ligt. Maar komt goed, we gaan er een leuke vlog van maken. Dat weet ik zeker. Dus, let's go. Hey, hallo. Het is vandaag dinsdag. Ik dacht, ik ga even met jullie kletsen. Goed, ik wil hier nog een beetje semi-open over zijn, omdat, I don't know, omdat het gewoon allemaal nog niet echt helemaal zeker is. En ik wil gewoon nog even het open laten. Maar ik heb dus bloed geprikt bij de dokter. Daar is een uitslag uitgekomen vorige week vrijdag. En die uitslag ben ik best wel van geschrokken. Ik wil verder nog eventjes dus open houden wat die uitslag is. Ja, zo vaag dit, maar ik wil het gewoon nog eventjes voor mezelf houden, omdat ik niet gelijk alles wil delen op het internet. Maar laat ik zeggen dat er iets uit die uitslag is gekomen waar ik gewoon echt ja, niet blij mee ben. En waar ik ook de afgelopen dagen heel erg over heb gestrest. En dat gaat uiteindelijk allemaal goed komen. Dat kan ik je nu al vertellen. Het is iets waar ik mee moet gaan leven. Dat is het gewoon. Maar ja, nu heb ik dus ook met verschillende mensen gepraat. En wil ik mijn voeding een beetje gaan aanpassen. Eigenlijk wil ik heel graag meer vegan gaan eten. Ik ga niet gelijk zeggen dat ik compleet vegan ga worden. Want ik denk dat dat ook nog wel, dat is wel een grote stap. Maar ik wil wel meer vegan en plantaardig gaan eten. Dus vooral mijn zuivelproducten gaan vervangen voor plantaardig. Kaas niet zoveel meer eten of eigenlijk het liefst helemaal niet. Maar dat is dus een van de dingen wat een enorm grote stap is voor mij, aangezien ik dat heel veel eet. Nou, in ieder geval gewoon meer op mijn voeding gaan letten en heel misschien ooit langzamerhand naar vegan te gaan. Dat ga ik niet van de een op de andere dag doen. En ik ga er ook nog wel vrij open in zijn om ook nog wel andere dingen te eten. Ik was natuurlijk al wel vega, maar eigenlijk ook maar voor de helft. Ik weet niet of ik dat eigenlijk ooit in de vlog heb verteld, maar ik ben ongeveer nu, ik weet niet precies wanneer ik ben. Ik denk dat ik vanaf januari ongeveer vegetarisch ben gaan eten. Een half jaar. Dus ik eet nu een half jaar geen vlees. Maar ik eet nog wel vis. Ik had gewoon heel erg zoiets. Als ik dat nu ook nog ga uitsluiten, dan ga ik heel snel voor mijn gevoel heel ongezond eten. Dat is ook wel een dingetje met, ik weet nog niet 100% zeker of ik nu compleet vegan ga worden of dat ik gewoon zoveel mogelijk vegan ga eten. En wie weet dat ik dan ooit echt wel helemaal overstap naar vegan. Maar in eerste instantie wil ik gewoon zoveel mogelijk producten die ik nu eet vervangen voor vegan varianten. Laat ik het zo zeggen. Dus dat is een nieuw procesje waar ik in ga. En dat heeft dus deels te maken met lichamelijk medisch iets waardoor dat beter voor mij gaat zijn. Dus dat is heel, ja, ik had nooit verwacht dat ik dat ging doen. Ik ga steeds meer vegan eten waarschijnlijk en nog niet compleet. En ik weet ook nog niet of ik al vis uit mijn dieet kan halen, omdat ik dat toch wel en heel lekker vind. En ik merk ook dat ik het goed vind voor mijn lichaam. Maar goed, dat gaan we gewoon in kleine stapjes doen. Gaan we zien hoe ver we komen. Maar in ieder geval wil ik meer vegan gaan eten. Omdat het gewoon beter is. Dus dat wilde ik even mededelen. En verder hoeven jullie er dus echt geen zorgen over mij te maken. Want het komt allemaal goed. Het is gewoon iets waar ik mee moet gaan leren leven. En dat komt helemaal goed. Ja, een beetje vaag verhaal dus nog. Maar in ieder geval, ik ga dus meer vegan eten en ik wil het ook meenemen in mijn vlogs.
hoe me dat bevalt en dat soort dingen. Ik ga het waarschijnlijk vanaf volgende week doen, want ik heb nu nog een aantal producten gekocht. Zoals kwark en kaas en dat soort dingen. Die ik deze week dan nog semi op ga maken. En dan ga ik dit weekend mijn eerste zoveel mogelijk vegan boodschap doen. Dus daar ga ik jullie in meenemen. Ik ga straks ook met Judith eten en dan eten we ook vegan. Dus dat is helemaal leuk. Ik heb gisteren ook vegan gegeten. Dus het gaat eigenlijk nu al heel goed. Nee. Nee, er zijn nog wel echt een aantal dingen. Ik moet echt nog wel heel veel leren erover. Maar dat komt helemaal goed. Hallo, deze vlog is weer enorm chaos, merk ik. Ik heb echt alleen maar in mijn kamer gefilmd volgens mij. Echt helemaal niks van wat ik deze week allemaal heb gedaan. Gisteren had ik mijn eerste repetitie voor zomerproject. En dat was echt super leuk. Ik heb het al wat vaker in de vlog verteld, maar ik leg het toch nog maar even kort uit. Ik ga samen met wat vrienden van mij van school gaan we zelf een concertversie maken van een voorstelling. En in eerste instantie zouden we die voorstelling helemaal opvoeren. Maar dat gaat niet meer vanwege 1,5 meter en zo. Dus het wordt nu een concertversie en dat gaan we op 8 juli uitvoeren. Het wordt ook gefilmd, er komen ook wat dingen van online waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk. En we mogen ook een beetje publiek, dus dat is super fijn. En daar hadden we gisteren onze eerste repetitie voor en dat was echt super leuk. Ik kan nu wel een paar beelden laten zien, alleen helaas wel zonder het geluid. Maar dan kunnen jullie wel een beetje zien hoe het eraan toe ging, dus dat laat ik nu even zien. Creatives zijn er nu ook bij, dus kom maar heel gauw even kijken. En dan mag je allemaal even pakken. Even openmaken. Ja, kijk. Ja, lief hè? Huh? Wat zijn er? Je hoofd staat erop. Iedereen staat. Mijn hoofd staat erop. Leuk toch? Ik eet jullie allemaal op. Maar wie wil, pak maar. Ja. En gisteravond had ik de eerste repetitie op school voor de eindvoorstelling. En dat was ook echt super fijn. Het was echt super fijn om weer terug te zijn en om weer lekker te zingen. En ja, het was echt heel erg leuk. Dus dat is top. Vandaag heb ik heel lang uitgeslapen, want we waren gisteren een beetje tot heel laat doorgegaan. Ik was echt pas om 2 uur thuis, omdat ik nog met dat klasgenoot aan het afspreken was daarna. Maar dat was wel echt super gezellig, dus dat is heel fijn. Vandaag ga ik niet zo heel veel doen. Ik ga vanavond sowieso bij Judith eten. Ik ga zo meteen even naar Jip toe. En ja, dat eigenlijk. Niet zoveel bijzonders vandaag, maar dat is niet erg. Het is ook wel eens lekker. Hola, het is vandaag vrijdag en ik heb zojuist even boodschapjes gedaan. Vooral voor het avondeten van vanavond. Ik ga morgen even een grote boodschap doen. Ik dacht, misschien is het weer een keer leuk om een boodschappetje op vlog te doen. Dat deed ik natuurlijk voorheen best wel regelmatig. Dus ik dacht, let's go, laten we dat doen. Ja, aangezien ik natuurlijk nu meer plantaardig wil gaan eten, is het allemaal even heel nieuw om boodschappen te doen. Omdat ik nu echt op alles aan het kijken ben. Is dit wel vegan? Is dit wel plantaardig? Ik blijf erbij zeggen, ik ga het plantaardig eten langzaam aan het opbouwen. En ik ga ook niet, ik denk niet dat ik volledig vegan ga worden. Omdat ik gewoon ook af en toe gewoon kaas wil kunnen eten. En ook af en toe, ja, nou ja, laten we het zeggen. Ik ga zoveel mogelijk proberen om plantaardig te eten. En ik mag ook af en toe nog wel niet plantaardig eten. Ik kan er nu eigenlijk niet echt een stempel op zetten. Wat ben ik nou eigenlijk? Ik eet gewoon wat ik wil. En waarvan ik denk dat het goed voor mijn lichaam is. Dus oké, ik heb als eerste bananen. Want mijn bananen waren op en ik eet elke dag banaan. Dus dan heb ik zongedroogde tomaatjes. Want dat vind ik heel erg lekker. Ik heb dus ook even heel wat tomatensaus ingeslagen. Ik heb gewoon gepelde tomaten in tomatensap. Wat tomatenpuree heb ik er 3 van gekocht. En dan heb ik ook nog, dat doe ik denk ik vanavond even erdoorheen, zo'n grote pot met pastasaus. Dan heb ik gewoon weer even voorraadje, want ik gebruik gewoon heel vaak tomaten
puree en zo door mijn eten dus. Dan heb ik een paprika, cherry tomaatjes, ook voor vanavond. Spinazie heb ik gehaald. Komkommer, gember. Oh, dat ga ik zo meteen maken, want ik heb echt super veel zin in gemberthee. Dan heb ik zout gekocht, want mijn zout is bijna op. Dus ik dacht, ik koop alvast een nieuwe, dan heb ik dat maar. Dan heb ik nog ui en knoflook. Ook handig om te hebben. En dan als laatste heb ik mijn eerste twee, nou niet mijn eerste twee, maar heb ik twee vegan vervangers gekocht. Ik heb als eerste Alpro Mild & Creamy yoghurt. Dit is helemaal van soja geloof ik gemaakt. Heel benieuwd naar. Dit ga ik zo meteen ook even proeven, even een heel klein beetje. Ik heb Alpro Cuisine Soja. En dit is eigenlijk gewoon een vervanging voor kookroom. En dat gebruik ik best wel vaak door mijn pasta's. Dus ik wilde dit ook wel heel graag even meenemen. Maar dat ga ik denk ik niet vanavond gebruiken. Maar even voor een andere keer deze week. Maar deze ga ik zo meteen even proeven. Ik ga sowieso wel zo meteen denk ik even havermout eten. Daar heb ik wel zin in. Maar dan ga ik ook even een beetje van dit proeven. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Oké, dat was mijn boodschappenshopvlog. Ik heb dus een heel klein beetje van de Alpro yoghurt met banaan. Ik weet niet of ik dit in één keer lekker ga vinden. Als je zo gewend bent aan yoghurt en zo. En ik heb nu ook gewoon de naturel versie genomen. Je hebt ook nog met vanille smaak. Misschien is dat beter om mee te beginnen. Maar goed, ik ga het proeven. Wel met ook een stukje banaan. Want ja, ik vind yoghurt los sowieso niet lekker. Dus let's go. Ik moet zeggen, ik vind het niet vies. Het is absoluut niet hetzelfde als yoghurt. Maar ik vind het echt niet vies. Dit is oprecht gewoon echt best wel lekker. Wow. Ik maak geen grap. Ik vind dit misschien eigenlijk nog wel lekkerder dan gewone yoghurt. Ja, dat meen ik echt. Ik denk echt dat ik dit lekkerder vind dan gewone yoghurt. Er zit een heel lekker smaakje aan. De eerste hap was even heel raar, maar nu... Het is alleen jammer dat het drie keer zo duur is, maar... Ja, het is wel heel lekker. Ja. Ja, top. Nou, fijn. Nou jongens, dit is echt de eerste avond dat ik hier, sinds dat ik hier ben. En ik ben er nu precies een week. Dat ik gewoon een avondje lekker thuis ben. Ik ben gewoon elke avond weg geweest. Dat is echt niet normaal. Het is nu 10 uur en ik ga even lekker Netflixen. Want ik zag net dat er een nieuw seizoen van The Sinner uit is. En dat vind ik echt een superleuke serie. Dus dat seizoen ga ik kijken. Ik was eigenlijk gisteren begonnen aan Breaking Bad. Maar die ga ik ook zeker verder kijken, want ik vond het echt heel leuk. Maar nu is dit er even tussen gekomen. Nu wil ik dat eerst gaan kijken. Maar oh jongens, zo chill dit. Ik heb lekker mijn lampjes aan. Oh, lekker op mijn bankje chillen. Lekker Netflixen. Het is nog een beetje semi-licht buiten. De zon is zeg maar nog onder aan het gaan. Dus het is echt helemaal genieten. Ja, ik kan hier helemaal van genieten. Oké, jongens, het is op dit moment 1 uur 's nachts, precies. Ik ben net thuis van Judith. En ik heb vandaag iets nieuws gekocht. Dat is dit. Alpro, ja wat is het, kwark yoghurt, maar dan vegan, plant-based, gemaakt van soja, met blauwe bosbes. En ik kan het gewoon nu even niet laten om even een hapje te proeven. Oh, dit had ik zeg maar niet verwacht, het is ook echt paars. Oh, oeh, ja, ik ruik hiernaar en ik denk dat dit iets te zoet is voor my liking, zeg maar. Ik hou meer van gewoon naturel smaak, maar... Ik denk dat het heel lekker is hoor. Maar ik denk dat dit te zoet is voor wat ik vaak eet, zeg maar. Ja. Het is wel fucking lekker als toetje. Ja, ik zeg eerlijk, dit is fucking lekker. Ik heb wel een heel klein beetje spijt dat ik niet ook even een naturel versie heb meegenomen. Want ik hou er wel gewoon heel erg van om dit te eten met banaan en ook aardbeien. Ik heb allemaal fruit gehaald. Dus ik heb wel een beetje spijt dat ik dit ook niet in de normale versie heb gehaald. Maar het is heel lekker. Dus ik ga het zeker wel opeten. Het is vooral echt bizar dat dit dus vegan is. En dat, dat hier gewoon niks van zuivel in zit. Goedendag. Het is vandaag zondag. En er zijn allemaal vliegen in mijn kamer. Ik word er helemaal gek van. Maar ik ben vanochtend lekker rustig wakker geworden. En ik ben nu net even naar de Action geweest. En naar de stad. Weer wat dingen gekocht. Ik heb in deze 2 dagen zoveel geld uitgegeven. Want ik heb gisteren namelijk ook nog best wel veel gekocht. Ik ben gisteren naar de markt geweest, boodschappen gedaan, bla bla bla. Kost allemaal gewoon heel veel geld. Maar maakt niet uit. Ik ga eerst even laten zien wat ik gisteren heb gekocht. Ja, die heb ik nog niet laten zien volgens mij. Ik heb dus gisteren een nieuwe tas gekocht. En dat stond niet in de planning. Maar ik was in het winkeltje 10. Dat is een heel leuk winkeltje hier in Tilburg.
En daar verkopen ze ook my jewelry. Komt er ooit een dag dat ik dat woord goed kan uitspreken? Ik denk het niet. Maar daar heb ik een nieuwe tas gekocht. En dat is deze. En ik vond hem echt, ja, zo leuk. Ik heb hem wel even heel lelijk met elastiekjes hier gedaan. Omdat ik vind hem eigenlijk iets te lang, het koord. Dus ik ga even kijken of ik hem een keertje kan laten inkorten. Maar voor nu even zo. Maar ik vond dit echt zo'n leuke tas. En die kleur. En het past gewoon heel goed bij wat ik draag. En ik loop zeg maar al 4 jaar met dezelfde handtas. En ik dacht, ja, het is nou echt tijd dat ik een keer een nieuwe koop. Ik vind de tas eigenlijk altijd te duur. Dat is eigenlijk de reden waarom ik het nooit koop. Ik vind gewoon, deze tas was 30 euro. En normaal gesproken ben ik echt zo van, ja, sorry, maar 30 euro voor een tas. Ik kan ook wat anders kopen voor 30 euro. Dus ja, ik ben wat dat betreft een beetje een krent af en toe. Maar ik heb het wel gekocht nu. Dan ben ik dus vandaag even naar de Action geweest. Want ik had eigenlijk gewoon allemaal, ja, een beetje huishoudelijke dingetjes nodig. Ook zoiets waar ik liever niet mijn geld aan uitgeef, maar goed. Ik heb dus ten eerste een elektrische vliegmapper gekocht. Want ik word helemaal gek van die vliegen hier. Dus ik ga ze straks allemaal vermoorden. Nieuwe scheermesjes had ik ook nodig. Dan heb ik dadels gekocht. Want ik heb daar deze week kennis mee mogen maken. En ik ben er nu echt achter gekomen dat ik dit echt super lekker vind. En dan vooral een dadel met pindakaas. Dan heb ik een nagellak remover gekocht. Want dat had ik ook nodig. Deze shower foam. Deze koop ik altijd bij de Action. Super chill. Dit is wel geloof ik een andere geur dan die ik hiervoor had. Maar ja, ik vind het gewoon wel chill. Het is ook niet zo duur. Dus make-up remover doekjes. Dan heb ik 3 nieuwe washandjes gekocht. Want ze waren echt 38 cent. Dus ik dacht, doen, want ik heb er eigenlijk geen één. Deze vuilniszak en iedereen, ja, leuk verhaal. Iedereen lacht me altijd uit om deze vuilniszakken, want er zit dus een lavendelgeur aan. Maar het zijn gewoon super chille vuilniszakken en ze passen precies in mijn prullenbakje. Dus dat is ook de reden waarom ik ze koop. Maar iedereen lacht me altijd uit, maar het is oké, het is oké. Nieuwe wattenschijfjes had ik ook nodig. Nieuwe Ziploc bags. Want dat was ook nodig. Dan bij de Primark heb ik 3 dingen gekocht. Terwijl ik eigenlijk maar voor 1 ding kwam. Ik kwam namelijk voor dit. Deze fles. Ik heb hier gisteren al naar gekeken. En eigenlijk wil ik zo'n fles heel graag van 1 liter hebben. Maar die kan ik gewoon niet vinden. Dus ja. Of dan is het heel duur. En ik denk van ja. Dit is maar, was maar 3,50. En ik dacht, dan doe ik dit wel. Ik wilde gewoon heel graag een fles met zo'n rietje. Omdat me dat gewoon super chill lijkt. Dan heb ik eindelijk een keertje een wasmand gekocht. En dit is dus een tas. Ik zal hem even openmaken. Ik zag hem en ik dacht, ja, dit is top. Het is zeg maar zo gewoon een grote tas. Ik kan hem zo maar helemaal zo. En ja, dat leek me wel gewoon handig. Want ik heb nu eigenlijk geen wasmand. Ik doe mijn was altijd in een vuilniszak. En die prop ik dan ergens zo in mijn badkamer. Zo in een hoekje dat niemand het ziet. Maar ik dacht, ja, het wordt ook wel eens tijd dat ik gewoon even een normale soort van wasmand koop. Dus dan maar deze. En dan als laatste heb ik onderbroeken gekocht. En dit zijn mijn lievelingsonderbroeken. Deze van de Primark. Ik heb hem in maat S. En het zijn de Brazilian onderbroeken. Je krijgt er 3 voor 7 euro. Maar deze zijn echt fucking chill. Die zitten echt super lekker. Dus ja, ik dacht ik koop er weer even een setje bij. Want zeker nu ik zo tussen 2 huizen een beetje heen en weer ga, merk ik gewoon dat ik soms wat onderbroeken tekort kom. Dus dat ik elke keer weer moet wassen. En dat is niet echt handig. Dus, top! Oké, jongens, sinds het moment dat ik deze week besloot om meer vegan te gaan eten, ben ik echt alleen maar daarmee bezig in mijn hoofd. Ik heb gisteren de documentaire What the Health eindelijk afgekeken. Ik was er al wel aan begonnen. En net heb ik Game Changers gekeken. En als ik dat dan zie, dan denk ik, ja, dit is wel echt gewoon een hele goede keus. En ik voel me er ook echt heel goed bij. Alleen, ik heb wel even deze dagen nagedacht van hoe ik het wil doen. En ik moet wel zeggen, ik denk niet dat ik van de een op de andere dag dus helemaal vegan ga worden. Ik heb gewoon voor mezelf besloten dat ik thuis in ieder geval eigenlijk alleen maar vegan ga koken sowieso. En het enige waar ik van mezelf echt nog wel een uitzondering voor mag maken, als ik daar echt behoefte aan heb, dat is kaas. Maar ik heb bijvoorbeeld nu ook vegan kaas gekocht. En ik ga eerst ook gewoon proberen of dat voor mij werkt. Ik heb nu 1 keer de geraspte kaas geproefd. En ja, het is niet hetzelfde als kaas. Dus
Maar goed, misschien als je dat vaker eet, dat je daar ook, dat je smaakpapillen zich daar ook aan aanpassen. Dat ze denken, ja, dat is eigenlijk ook wel prima. Dus ja, en ik heb wel besloten dat ik buiten de deur wel minder moeilijk ga doen. Want ik vind het ook wel lastig om, zeg maar, mijn moeder bijvoorbeeld echt wel op te leggen om 100% vegan te gaan koken. Ik denk wel dat dat grotendeels wel gewoon gaat lukken hoor. Vooral ook omdat ik zelf ook gewoon kan koken en boodschappen kan doen. Maar ik wil er ook niet altijd no, ja, ik weet niet. Het voelt zeg maar heel tegenstrijdig om dit verhaal weer te doen. Het is trouwens ook al de derde keer in deze vlog dat ik dit verhaal doe. Volgens mij is het gewoon één grote ik wil vegan eten vlog, maar ik weet niet hoe vlog. Het voelt heel stom om te zeggen, omdat ik weet zeker dat er nu ook wel mensen naar kijken die al vegan zijn misschien. En die misschien nu echt denken, meid, zit je nou aan te stellen? Als je ervoor gaat, ga er dan voor. Ja, ik weet niet hoe jullie denken. Maar ik heb zelf gewoon zoiets van, als ik nu al voor 80% vegan ga zijn en 20% niet, dat ik nog wat uitzonderingen maak. Ik voel dat echt al super goed voor mij. Ik bedoel, een jaar geleden had ik nog vlees en kijk waar ik nu ben. Ik eet nu geen vlees meer. Ik ben mijn zuivel aan het vervangen. Hoe zeg je dat? Super bewust bezig met eten en wat ik eet. En dat is echt al zo'n vooruitgang met nou een half jaar geleden nog. En ik vind het ook super interessant om te kijken van wat is goed voor je en wat werkt voor mijn lichaam. En dus het is ook gewoon een proces. En ik bedoel, ik zei volgens mij 2 weken geleden nog dat ik nooit vegan zou worden. En nu ben ik toch wel echt erover na aan het denken om het wel echt te gaan doen. Of in ieder geval grotendeels. Dus we gaan kijken hoe het gaat lopen. Ik neem jullie sowieso mee in de vlogs. En dan zal ik er niet meer zoveel over praten als nu in deze vlog. Maar ik ben er deze week gewoon heel veel mee bezig. Maar ja, en wie weet over een jaar kan ik wel zeggen dat ik wel helemaal vegan ben. Of ik blijf het gewoon op deze manier doen. Dat ik gewoon heel veel veganistisch eet. Maar ook af en toe wel gewoon uitzonderingen maak. Ik bedoel, vlees zou ik sowieso nooit meer eten. Echt waar, ik word gewoon misselijk als ik naar vlees kijk. Ik weet niet, ik denk dat vegetariërs onder ons dat wel herkennen. Maar ik kan niet meer naar vlees kijken. Ik word er gewoon oprecht misselijk van. En ik hoef het echt niet meer. Vis vind ik daarentegen nog wel heel lekker. Ik hou heel erg van haring. En heel erg van tonijn en zalm. En ja, ik weet ook nog niet of ik dat ga kunnen weerstaan. Maar ik ga het gewoon merken, jongens. Ik ga in ieder geval gewoon heel erg mijn best doen. En ook gewoon naar mezelf luisteren van wat ik fijn vind. Want dat is uiteindelijk het belangrijkste. Want het is mijn leven. Dus ik moet me er fijn bij voelen. En ik moet het niet voor anderen doen, maar voor mezelf. Dus ik ga het gewoon op mijn manier doen. En ik ben al heel trots op mezelf. Dus ja, dat wilde ik nog even gezegd hebben. Nou ja, in ieder geval voor nu ga ik naar bed. Het is bijna 12 uur en ik moet morgen vroeg op. En bij deze is dat dan ook het einde van deze week vlog. Laat even weten als jij vegetarisch of vegan bent of dat je er helemaal niks mee hebt. Ik ben juist heel benieuwd naar jullie meningen erover. En ja, ik vind het heel interessant. Dus laat het vooral weten. En ja, dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende week vlog. Doei doei!